Hem voor een weekend. Ja, over 2 weken is het zover. Ja, het grote feest. Dan mogen we naar de stemhokjes. Oh, ja, leuk. Wat leuk. Ja, leuk zeg. Gaan we allemaal zin in? Ja, maar ik weet nog niet waar ik op moet stemmen. Nee, ik ook niet. Ik vind het heel erg zo moeilijk. Ja. Heb jij een idee al, Imke? Nee, ik weet het ook niet. Nee. Ik vind het echt heel moeilijk dit jaar. Dan, dit is ook eerst dat ik moet stemmen trouwens, maar... Oh, spannend. Maar ja, ik heb wel voor de gemeenteraad en de provinciale toen mogen stemmen en zo, dat wel. Maar niet landelijk nog. Maar niet voor de echte. Ja. Nee. Nou, dan is het nu tijd voor test en executie. 30 vragen over het doen en laten van onze regering. Wij gaan met z'n drieën een stemwijzer invullen. Ja. Want ik heb gisteren al een stemwijzer gedaan voor mezelf. Maar ik denk van misschien is het leuk als wij met z'n drieën een stemwijzer gaan invullen. Ja. En dan de partij die eruit komt is dan de partij waar Him voor de weekend op zou stemmen. Nou. Dus laat helemaal nergens op, maar we moeten een spelletje hebben. Want dit is de game changer van vandaag. Maar ik vind super, het leuk. Een keertje geen quiz. Ik hou ervan. Nou, dit is wel dit is veel te moeilijk, deze quiz. Zo. Ja. Ja. Het moet wel vliegensvlug. Want er zijn dus 30 vragen. Dus 10 vragen de neus. We gaan om en om een vraag beantwoorden. En wat daar dan uitkomt als uitslag, daar gaan wij op stemmen. Als programma zijn zogenaamd. Ja, ja, precies. Als programma's mochten stemmen. Ja. Bij alle stellingen of alle vragen zijn de opties eens, oneens of geen van beide. Ja. We klikken met z'n drieën mee, kun je zelf de vraag lezen. We beginnen met Imke, gaan we de tafel rond via Miguel naar mij. En zo gaan we rond totdat alle vragen op zijn. En we moeten dat echt zo snel mogelijk doen, want anders wordt het saai. Ja, is goed. Nou, ben je er klaar voor? Ja. De Him voor de Weekend stemwijzer van 2021. Imke, jij mag beginnen met vraag 1. Voorlezen en antwoord geven. Dat is het. Nou, top. Het gaat over vaccinatiebewijs. Organisatoren van evenementen moeten bij de toegang een vaccinatiebewijs kunnen vragen. Eens. Eens. Oké. Miguel. Defensiebudget. Nederland moet meer geld uitgeven aan defensie. Ben ik het mee eens? Oké. Gratis kinderopvang. Kinderopvang moet voor alle ouders tenminste 3 dagen in de week gratis worden. Vind ik eens. Nee, eens. Nederland moet uit de Europese Unie stappen. Nee, oneens. Oneens. Oké. Rekening rijden. In plaats van de belasting op autobezit moet er voor automobilisten een belasting komen per gereden kilometer. Ik vond dit een hele moeilijke vraag, omdat er heel veel over te zeggen is. Dus ik doe geen van beide. Oké. Dan voor mij, vuurwerk. Aankomende jaarwisseling moet het weer toegestaan zijn om siervuurwerk af te steken. Daar ben ik het mee oneens. Oneens. Vleesbelasting. Er moet een extra belasting komen op het kopen van vlees. Eens. Eens. Ja, jij hebt best wel linkse antwoorden. Waarvoor mee jij bent helemaal niet zo links, maar... Ik is van alle goed. Rand. Miguel. Publieke omroep. Er moet minder geld naar de publieke omroep. Mee oneens. Oh, minder geld. Oh, ja. Oké, zorgfonds. In plaats van de bestaande zorgverzekeraars moet er een landelijk zorgfonds komen voor iedereen. Nou, eens. Oké. Gelijke monden, gelijke kappen. Gezichtsbedekkende kleding. De regering moet het verbod op gezichtsbedekkende kleding afschaffen. Oh ja, die vind ik dus echt moeilijk. Geen van beide. Had ik zelf ook inderdaad. Ja. Want het ligt zo breed. En ja, over dat links-rechts. Ja, ik ben inderdaad best wel rechts opgevoed. Maar in mijn hart ben ik echt heel erg links eigenlijk. Oh ja. Dus dat gaat altijd een beetje... Ja. Oké. De volkshuisvesting. In plaats van provincies en gemeenten moet de landelijke overheid beslissen waar nieuwe woonwijken worden gebouwd. En dit is zo'n dingetje waar ik gewoon niet zo heel veel verstand van heb. Ja, dan is het geen van beide. Geen van beide inderdaad, ja. BTW op kunst en cultuur. De regering moet de BTW op culturele activiteiten verlagen naar 5%. Nou, dat vind ik nooit verkeerd, dus ik zeg eens. Oké. Kerncentrale. Nederland moet een nieuwe kerncentrale bouwen. Nee, ja, ik vind het gewoon een beetje engig. Doe maar om. Zij heel milieuvriendelijk. Ja, maar het is zo... Maar het is jouw antwoord, dus ja, zeg maar. Ja, ik vind het zo... Het klinkt altijd zo heftig. Een kerncentrale, ja. Ik heb een keer een uitgebreide uitleg erover gezien. Maar kerncentrales, het klinkt inderdaad vrij eng en vies. Maar het schijnt een van de milieuvriendelijkste manieren te zijn om energie op te wekken. En afval schijnt echt heel beperkt te zijn. Oké, eens. Nee, het is jouw antwoord, nee, maar ik vind het goed, want weet je... Ja. Weet je, soms moet je even... Hè? Ja, precies, dat is waar. Eens. Okay. Eens. Miguel. Woningen op landbouwgrond. Daar gaan we weer. Er moeten woningen worden gebouwd op grond die nu voor landbouw wordt gebruikt. Dit vind ik echt een kutvraag. Ik had bij deze vraag vooral zoiets van waarom. Ja. Waar staat het op? Nou ja, natuurlijk dat woningnood is heel erg hoog. Dat weet ik dan weer wel. En de landbouw, ja. Er moet ook vreet op tafel komen, dus ja. Dat is ergens waar. Maar er valt natuurlijk ook heel veel te zeggen over wat boeren doen met dieren en dat soort dingen. De vliegensvlug is ten buis. Inderdaad, wat gaan we doen? Ja, nee, ik ga weer voor geen van beide. Ik heb weer geen mening. Nou, kan. Ja.
Belastingvoordeel huishoudens. Huishoudens met twee partners waarvan er eentje werkt, moeten net zoveel belastingvoordeel krijgen als huishoudens met twee werkende partners. Dat vind ik onzin. Ik bedoel, je werkt of je werkt niet. Dus oneens. Oneens. Excuses slavenhandel. De Nederlandse regering moet excuses aanbieden voor de slavenhandel in het verleden. Oneens. Oneens. Het is echt het verleden. Ja, het is heel erg. Maar dus jij zegt, gebeurd, niemand is, gebeurd. Is daar nu, die nu nog leeft, daarbij geweest. Oneens. Correctief referendum. Burgers moeten de mogelijkheid krijgen om door het parlement aangenomen wetten tegen te houden via een referendum. Daar ben ik het mee eens. Ja, joh. Ja. De mogelijkheid, hè? Zelfs na al die rare protesten van viruswappies. Ja, ik ben het er wel mee eens. Ja, ja, ben het er mee eens. Inkomen leraren. Leraren op basisscholen moeten net zoveel gaan verdienen als leraren op middelbare scholen. Nee, ben ik het niet mee eens. Want leraren op middelbare scholen, die moeten vaak, vaak een bepaald vak. En dan moet je toch veel meer kennis hebben dan een leraar op basisschool die gewoon een klas begeleidt. Ja, het is inderdaad wel jouw stem. Maar het is wel, leraren op basisscholen, die moeten zeg maar veel pedagogisch. Het is niet zo dat ik vind dat ze leraren niet meer moeten gaan verdienen. Ik vind zeker dat ze meer moeten gaan verdienen. Maar ik vind niet dat je per definitie moet zeggen, basisschool en middelbare school moet gelijk. Ja, je hebt zeker een punt. Ja. Ja. Wat zei je nou ook weer? Dan was het, moet dat zo Oneens. Oneens dan, ja. Okay. Oneens. Gevangenisstraffen. Er moeten minder mogelijkheden komen om taakstraffen op te leggen in plaats van gevangenisstraffen. Eens. Ja. Minder mogelijkheden om. Eens, oké. Maar daar ben ik het mee oneens. Waarom? Nou, ik heb er laatst ook niet over gehoord. Want taakstraf kan vaak veel effectiever zijn dan een gevangenisstraf. Met het oog op zeg maar terugkering in de maatschappij. Ja. Een gevangenisstraf is vaak veel intenser voor iemand. En kan veel meer invloed hebben op je verdere leven, zeg maar. Ja, oh. En dat is de reden waarom rechters vaak een taakstraf opleggen. Want dan bevordert dat de terugkeer in de maatschappij. En er is uit onderzoek gebleken dat mensen met een taakstraf over het algemeen veel beter of veel minder, minder snel in herhaling vallen. Qua misdaad, zeg maar. Dan mensen die een gevangenisstraf hebben uitgezeten. Oh, nou, door dat onderzoek ben ik inderdaad wel even dat ik denk van, oh, oké. Want ik had juist meer het idee van, ja, een gevangenisstraf, dat is echt heel heftig. En de taakstraf, dan kom je er wel lekker makkelijk vanaf. Door een bepaalde, dat wordt heel vaak gedacht. Weet je wel, dat is. Ja, dat was populist. Mijn gedachte. We gaan even door met de volgende, jongens. Sorry. Het gaat over de vliegbelasting. Nederland moet een extra vliegbelasting invoeren voor korte afstandsvluchten. Daar ben ik het mee eens, maar als er meer treinbanen komen, zeg maar, dat je met die trein dan toch die afstand af kan leggen. Oh ja, dat is top. Dus ik ga dan toch voor eens. Ja. Eens, ja. Nou, ik ben hè. Inburgering op locatie. Asielzoekers met een voorlopige verblijfsvergunning moeten eerst inburgeren voordat zij een huurwoning krijgen. Ik zie niet zo in wat dat met elkaar te maken heeft, dus ik zeg oneens. Ja, oneens. Inderdaad. Imke. Legalisering softdrugs. Zowel inkoop als verkoop van softdrugs door coffeeshops moet legaal worden. Eens. Eens. Ik oneens. Nederlandstalig hoger onderwijs. Wel, oneens. Ik was even benieuwd. Sorry, we moeten doorgaan. Ja. Ik ben gewoon tegen drugs. Maar dan komt de criminaliteit, wordt dat veel erger. Want nu is het toch heel krom dat je niet mag. Ja, maar dat is geen reden. Je moet niet zeggen van we gaan het niet verbieden omdat het toch wel gebeurt. Oh ja, nee, staat je hebt gelijk. Oké, we gaan door. Nederlandstalig hoger onderwijs. De overheid moet onderwijs in het Nederlands vaker verplicht stellen op universiteit en hogescholen. Daar ben ik het mee eens. Ja, maar Nick, voltooid leven. Mensen die hun leven voltooid vinden moeten hulp krijgen bij zelfdoding. Eens. 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 We zijn er bijna mensen. Koppeling minimumloon en bijstand. Verhoging van de minimumlonen moet niet langer automatisch leiden tot verhoging van de bijstandsuitkeringen. Ik weet het niet zo goed. Geen van beiden, doe ik maar even. Geen van beiden. Sociale huurwoningen. Nieuwbouwwijken moeten voor tenminste 40% bestaan uit sociale huurwoningen. Daar ben ik het mee oneens. Ja. Oké. Boerenbedrijven. Er moeten geen nieuwe beperkingen komen op de activiteiten van boerenbedrijven. Oneens. Ja, ik bedoel. Nee. Pijn in mijn hart. Ja, maar ik zeg niet dat het wel moet. Maar om nou per definitie te zeggen dat het niet moet, vind ik een beetje onzin. Ze hebben al zoveel beperkingen. Houd op. Jongens. Okay, middenschool. Er moet een middenschool komen, zodat leerlingen op latere leeftijd de keuze maken tussen VMBO, HAVO, VMBO. Ik denk dat het super is. Eens. Ja, helemaal eens ook, ja. Vluchtelingen opnemen. Nederland moet meer vluchtelingen opnemen dan het nu doet. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb niet paraat hoeveel Nederland nu opneemt. Dus ik kan er heel weinig over zeggen. Dus ik zeg geen van beide. En de laatste vraag van mij. Mensen moeten altijd zelf kunnen kiezen of ze een mondkapje dragen. Ben ik het mee oneens? Oneens. Oké, wacht heel even. Super.
Gaan we dit niet doen, hè? Wat nee. De extra onderwerpen. Nee. Volgende stap. Niet. Wacht heel even. Alle partijen. Ja, alle? We gaan nog niks zeggen, want ik heb een paukie. Mm-hmm. We gaan akkoord met iets. En dan gaan we naar het resultaat. Oeh, even kijken. Nou ja, zeg. Wat is er aan de hand? Ja? Wij zijn een soort van jongerenprogramma. Ja. En wat staat er bij ons bovenaan? Met 63%. 50 plus! Wow, ben ik echt mooi. Niet mee eens. Wij gaan stemmen op 50 plus als in voor de weekend. Maar de nummer 2 mag even gezegd worden, is D66. Oké, nou. Dat heb ik weer gezegd. Ja. Wil jij nou meer of minder flamingo's? Meer. Ik wou net zeggen, liken, abonneren en gewoon even delen. Dat is het enige wat je hoeft te doen.